Je wordt ook wel omschreven als dat je twee kanten hebt. Weet je welke twee kanten, welke twee gezichten ze bedoelen als in alle recensies? Nee, maar het is ook gek, want mensen beschrijven het als twee kanten. Maar voor mijn gevoel heeft iedereen 1000 kanten. En elke dag komt er een kant bij, omdat je dingen meemaakt en groeit als mens. En dat is ook hoe ik muziek maak, weet je. Ik ben helemaal niet bezig met wat voor imago heb ik, welke kanten. Of is dit mijn alter ego, of ben ik het. Ik zie gewoon een mens die af en toe onzeker is, af en toe zelfverzekerd is, af en toe labiel is. Af en toe, weet je, en dat is hoe we zijn, weet je. De ene dag huilen we stiekem in de spiegel en de andere keer zijn we vrolijk en is het leven goed. En op dit moment heb ik 1 kant en dat is dat het leven goed is. Ja. En dan toch die emo-rapper, wat ze je noemen. Ja, maar dat is gewoon, mensen zullen altijd overal een stempel op drukken. Omdat als jij moet uitleggen aan je moeder, bij wijze van niet om over jouw moeder te praten, snap je? Ik heb respect voor jouw moeder, snap je? Maar als je aan iemand moet uitleggen wat Frisco is, dan ga je toch een stempel moeten drukken erop. Dan ga je toch in een hokje moeten zetten van ja, hij is een soort van... En dan zeg je iets en dan denk je weer van, maar daar ben ik helemaal niet. Maar ik ben dit, ik ben dat, ik ben dit, snap wat ik bedoel? Ja. Maar het blijft, dus je kan er ook niks tegen doen. Nee, maar dat is ook die stempel die op hiphop gedrukt wordt. Daar wil jij eigenlijk, heb je een soort protest tegen, zeg je. En dat, Theo Maassen was hier vorige week en hij vertelde over je nieuwe videoclip. Ja. Dat eigenlijk stiekem een dikke protestvideo is tegen de huidige hiphop scene. Ja, tuurlijk. Want ik bedoel... Kom op, ik geloof je niet. Als je alleen maar stoer bent, als dat het enige is wat jij bent, is dat je op de hoek coke dealt, chickies balt, om even de termen te gebruiken, en in dure auto's rondrijdt. Dan denk ik van ja, dat is wel een saai leven dan. Als dat het enige leventje is wat je hebt. Tuurlijk niet, man. De ene dag ben je onzeker, de andere dag ben je vrolijk. De enige dag, ben je nooit verliefd, denk ik dan. Weet je wel? En dus dat. En dat wordt vergeleken met honden? Ja, dat vind ik ook een beetje raar. Dat, ja, ik weet het ook niet. Je weet niet waarom je daarvoor... Ja, de underdog. Underdog, ja. Nee, maar ik denk gewoon omdat als ik mezelf als hond afbeeld in mijn eerste clip, dan kan er vanaf daar niks meer fout gaan. Dan hebben we het ergste al gehad, zeg maar. En je wil ook niet gezien worden als merk. Je zegt ik wil gezien worden als mens. Ja, maar ik denk ook dat de kern is. Mijn verhaal is hetgene wat ik verkoop en dat ben ik. En dat is ook de kracht, denk ik. Dat is de, want weet je, wij weten allemaal wel wat een marketing scheme is. Wij geloven er niet meer in. Het is moeilijk om daar nog in te trappen tegenwoordig, weet je wel. Ik bedoel... En daarom is alles ook zo tijdelijk en zo relatief. Omdat mensen slimmer worden. Dus dan zeg ik van oké, dan laat me gewoon mezelf zijn. En blijkbaar werkt het dus. Ja. Ja. Je hebt wel iemand die ook voor jouw marketing zorgt. Ja, dat is mijn vrouw. En ik zou het nergens liever hebben omdat zij mij het beste kent. En als ik flink ruzie moet maken erover, dan doen we dat gewoon, weet je wel. Terwijl als het zo'n zakelijke afstand is, dan doe je dat niet. Dus het werkt gewoon, ja. Je hebt ook nog een grote voorliefde voor Eindhoven. Ja. Grote voorliefde, ja. Heel groot. Nou, wil je het liefst in muziek blijven maken? Ik zal heel mijn leven, wat mij betreft, ik moet Lika even aankijken. Maar wat mij betreft blijf ik wel heel mijn leven in Eindhoven. Ik bedoel, al mijn inspiratie, alles wat mij defineert, is Eindhoven. Ik zie heel veel jongens, zodra ze een beetje pieken, denken ze van ja, ik ga nu Hilversum en Amsterdam opzoeken. En dan komen ze daarna weer met een ziel onder hun armen weer terug van ja, het was niks geworden. Tuurlijk niet, want alles wat jij bent, is in jouw stad. Ongeacht waar je vandaan komt, weet je wel. Wat ga je dan op het moment dat goed is? Ga je jouw kern van jouw succes verlaten? Ja. Dat is verschrikkelijk. Dus je zoekt eigenlijk naar alles wat jij hebt meegemaakt in Eindhoven, dat wil je in je muziek stoppen? Alles wat ik ken. Ik bedoel, ik ben iemand, ik heb een klein wereldje. Ik ben Eindhovenaar en ik ben af en toe op vakantie naar Curaçao geweest, waar ik sowieso familie heb. En ook een keer naar Turkije trouwens, ja. En voor de rest heb ik niet veel van de wereld gezien, weet je wel. Ja, nu heb ik veel van Nederland gezien, omdat ik veel optreed en zo. Maar ik kan niet anders. Ik zou me niet eens comfortabel voelen in Amsterdam met al die trams en
rare mensen allemaal. Nee, nee. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt.